Welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. In de VS was het vrijdag een rustige sessie waarbij de belangrijkste indices licht hoger sloten. Het was stilte voor de storm, want later deze week staan er belangrijke macrocijfers op de agenda. En natuurlijk het rentebesluit van de ECB op donderdag, waar men een verhoging van 0,25% verwacht. Vanuit de Amerikaanse Centrale Bank lijkt men de komende vergadering geen gebruik te maken van deze mogelijkheid. En ondertussen blijft de dollar gestaag oplopen ten opzichte van de euro. En wapenproducent Smit & Wesson profiteert van de onzekere tijden en zag de omzet met 35% aantrekken. Het aandeel liep uiteindelijk 11% op. En morgen presenteert Apple de nieuwe modellen en zal dan zeker in de spotlight staan. En Daniel Zhang, de topman van Alibaba Groep, is teruggetreden als CEO, zoals eerder was aangekondigd, maar trekt zich tevens verrassend terug als CEO van de toch al kwakkelende cloud-divisie. En daar was hij juist net benoemd om orde op zaken te stellen. Het aandeel leverde 3% in. En China wil meer samenwerken met Europa en riep op om risicopreventie niet te verwarren met uitsluiting. Inflatiecijfers lieten een lichte plus van 0,5% zien, maar voedselprijzen werden wel goedkoper. De Hang Seng leverde uiteindelijk 1,7% in, de Nikkei handelde 0,5% lager, de andere indices juist wat hoger. En de futures in Amsterdam duiden vanmorgen ook op een iets hogere opening. Cijfers over de Nederlandse export laten een daling van rond de 1% zien. En vrijdag hadden vooral de technologie- en groeifondsen het zwaar, dit mede door de oplopende rente en ook wel bij gebrek aan volume en vooral dat in de kleinere fondsen. Kopers blijven aan de zijlijn staan en wachten op beter nieuws of tekenen dat de opmars van de rente wat afvlakt. En de Giro streeft Saxo Bank voorbij als het gaat om aantal klanten en signaleert tevens dat Nederlandse beleggers uniek zijn in Europa. Dat opties bij ons zeer populair zijn was al lang bekend, maar ook de voorliefde voor typisch Nederlandse aandelen valt op. En de macroagenda is leeg vandaag. Voor beurs laat FuelCell de cijfers zien in Amerika, na beurs Oracle. En bij de analisten zet Berenberg, Mercedes, Porsche, Volkswagen, Renault en Stellantis op kopen. BMW krijgt een houden advies. En morgen is weer Markets Update van BNP Paribas.